Oh, maar hoe is jullie nog meer? Wie nog meer? En wie nog meer? Gaan we ze op plein groeten? Ja! Dag iedereen! Welkom bij een nieuwe aflevering van... Maak je ogen dicht. Iedereen, 1, 2, 3, snel. Wat zie je? Niks. Ik zie ook niets. Het is heel erg. Donker. Het is donker. Alle oogjes open. Dit verhaaltje gaat over... Donker. Donker. Wie is hier bang voor donker? Ik. Zometeen komen spoken. Waarom ben jij bang voor donker? Ik ben niet bang. Jij niet? Goed zo. Ik ook niet. Jij ook niet? Ik ook niet. Ben jij bang voor donker? Ja. Ik ben ook bang voor donker soms. Hè? Maar als er geen licht is en geen flashlight en geen licht op ergens op de computer, dan ben ik wel bang. Ja, want is het heel erg? Donker. En dan kan je niet zien. Je kan niet zien, je handjes niet eens zien. Een keertje was het donker voor mij, was ik echt bang, er was geen stroom. En daarover gaat het verhaaltje, precies. En het verhaaltje gaat over een tweeling. De ene heette Lesje en de andere heette Liesje. Lesje en? Liesje. Lesje en? Liesje. Lesje en? Liesje. Lesje en Liesje. En Lesje en Liesje waren twee zusters. Tweelingzussen. Ze leken op elkaar, sprekend. Alleen de ene geel haar en de andere had? Zwart haar. En de andere had zwart haar. Kijk hier. Alleen zijn ze niet samen ook met hun haar. Kijk hier. Geel en zwart. Zie je? En Liesje en Lesje speelden altijd samen. Ze speelden samen buiten. Ze speelden samen binnen. Overal. Op een dag toen ze zo aan het spelen waren, zei mama, Liesje en Lesje, komen jullie naar binnen? Het is tijd om te... Slapen. Het is tijd om te baden. Baden. Baden en om te... Poetsen. En te... Eten en te slapen. Eten en te slapen. En Liesje en Lesje kwamen naar binnen. Oh mama, voordat we eten, mogen we dan eerst naar tv kijken? Wie kijkt hier naar tv? Ik. Voordat je gaat slapen. Ja? Iedereen? Ja. Oké. En dat deden ze ook altijd vaak. Ze keken samen naar tv. Mama zei, oké, als jullie flink hebben gegeten vandaag, omdat het de vakantie is, dan mogen jullie een beetje langer naar tv kijken. En toen wilden ze naar tv gaan kijken en er gebeurde iets heel verschrikkelijks. Enge film. Nee. Ze probeerden de tv aan te maken en het ging niet. Mama, je tv gaat niet aan. Nou, laat me even kijken, zei mama. En ze probeerden het weer. En het ging toch niet aan. En weet je wat er toen gebeurde? Er gebeurde nog iets verschrikkelijks. Stroom viel helemaal uit. En het was ineens... Alle ogen dicht. Het was ineens... Donker. Het was ineens donker. Maar Liesje en Lesje waren heel erg stoer, hoor. Ze waren helemaal niet bang voor het donker. Helemaal niet. Maar weet je wie wel bang was? Hun buurvrouw was bang voor het donker. En buurvrouw kwam klop, 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 klop. Om. Stroom is uitgevallen. Mag ik even bij jullie zitten? Raar, hè? Buurvrouw en ze is bang voor het donker. Ja, toch? Ze is heel erg oud en toch is ze bang. Maar mama wist het, hoor. Maar zei, natuurlijk mag je met ons komen. En ze ging naar binnen. Broep, 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 broep. En Liesje en Lesje werden nu boos. En Liesje en Lesje zeiden, mama, wat moeten we doen als het donker is? Mama zei, maak je niet druk. Weet je wat we gaan doen? We gaan samen boeken lezen. En ze lazen 3 boeken. Hoeveel boeken? 3. 1, 2 en 3. En toen behaalden ze weer. Mama, wat gaan we nu doen? En buurvrouw zei, weet je wat, ik heb een idee. Spelen jullie poppenkast. Wat moesten ze spelen? Poppenkast. En ze speelden de hele avond. Ze speelden verhaaltjes over een koning en een prinses. En hadden ze een verhaal over een draak. En hadden ze een verhaal over een krokodil. Maar toen baalden ze weer. Mama, wat moeten we doen? Mama, wat moeten we nu weer doen, vroegen ze weer. En tante zei, weet je wat? We gaan kaarsjes aanmaken. En dan gaan we samen bij elkaar zitten. En dat deden ze echt, hoor. Kijk hier. Samen met buurvrouw maakten ze kaarsjes aan. En als je kaarsjes aan hebt, moet je heel erg voor? Zichtbaar zijn. Goed zo, want anders kan het je huis laten... branden. En je wordt dood.
En je gaat dood als vuur je brandt. En als je vinger bij vuur zit, ga je gaat je vinger? Branden. Het gaat branden, okay, toch? Als ik een kaarsje aangemaakt heb, mijn oma het uitgemaakt gemaakt, had ik het aangeraakt, heb ik zo dat. Het gaat branden, toch? En wat moet je doen als het brandt? In water zetten. Maar ik heb het ook waard. Ja. Maar van mij ging wit, was wit. Oeh, maar van hun, Lisha en Lesje, hebben geluisterd naar oma, naar buurvrouw. Buurvrouw had gezegd, als je moet heel voorzichtig zijn met kaarsjes, anders kunnen er een heleboel enge dingen gebeuren. Ja toch? En Lisha, voordat je dacht, kwam er weer licht. En wat dacht je dat ze toen direct deden? Ze keken weer naar tv. Ze keken direct weer naar tv. Maar toen, juist. Maar toen gebeurde er weer iets. Weet je wat er gebeurde? Het was te laat geworden en ze moesten naar bed. Daarom gaat voor vandaag met ons boekje weer bed. Wij gaan weer vleuren. En onze gezichtjes. En onze slaapkleren. En dan gaan we flink groeten. Dag iedereen. Tot dan. Volgende keer. Doei.